het windpark van Luna. We zijn dinsdag, de 19e. En ze zijn bezig om de Beacon Rotor, hoe moet je dat zien, te gaan plaatsen. Er staat een feitje weer klaar, ik weet niet of dat een beetje hoort. Er staat een gewappende kamer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is wel activiteit in de toren, er zijn twee mannen net boven gehezen. En ik zie mannen beneden in het werkluik staan. Ik ga even kijken of ik de Beacon een beetje in beeld kan krijgen voor u. Aan het werk. Het is nog een eind hoor. Het schijnt 38 meter lang te zijn. Dat wil zien. Want daar rechts van het puntje staat een auto. Dat is gewoon een gemiddeld bestelbusje. Boven zijn een paar mensen afgezet, dus hier onderaan de kraan hing zo'n bakje en dat gingen ze in. Het lijkt me een hele spannende gewaarwording dat je op 83 meter hoogte uit zo'n bakje moet stappen in zo'n gondel. En voor de mensen die een beetje idee willen hebben hoe groot zo'n gondel is, dat is gewoon twee verdiepingen van een woonhuis en net zo lang als een woonhuis. Echt gigantisch groot. Nou, het weer is voor de rest natuurlijk prachtig. Heerlijk zonnig. Alleen ja, het mag niet stevig, dus dat kon ons een probleem zijn om dan zaken te gaan monteren. Auto's rijden, dus je weet ongeveer hoe groot dit is. Achter de molen langs, achter de mast. En dat is hem. Dat is voorbij. Daar is hij. Wat een gigantisch bouwwerk. Beeld voor hem in. Paarse tempel. Ja.
bezig met alle materialen uitladen. Daar op de achtergrond zitten die anderen staan. Nou, we staan nu voor het transport van de tweede gondel. En die wordt per half vervoerd omdat die anders gewoon niet door de tunnels en overal heen kan. En om even een beeld te krijgen van hoe groot het is, ga ik er even voor staan. Met toestemming. Gigantisch. Het is nog maar een halve. Ik loop er even langs. Werkelijk enorm! Ik heb geloof, het is niet helemaal half, het is 60% of zo. Dat betekent dat er nog zo'n apparaat opkomt. En dan wordt het dus echt allemaal heel erg groot. Nou, wat hier ligt, is een montage van de rotorbladen. Dus hier worden de wieken in bevestigd. Nou, ook hier heeft ze dan, ik zal mezelf even bijzetten voor de maat. Even mijn camera weer op statief. Ik loop er even naartoe. Dan kan ik natuurlijk kijk, dit stuk hebben we natuurlijk net al gezien, alleen hier zie ik nu die kat eroverheen om een aan te kunnen geven hoe dat allemaal vast zit. Kijk, voor degene die zich wel zorgen maakt, het zit echt wel met een paar boutjes vast, zeg maar. Grote goedheid zeg hé, wat een ding. Transport, gondel voor de tweede toren. Dit zijn dan de rotorophanging voor de tweede toren. Dit is de Waakse tempel. Zeg maar de bouwplaats van molen 1. Hier. Groter past er niet over het Nederlandse verkeersnet heen. Dus 4,5 meter past ze gewoon niet door tunnels heen. En ze komen uit Duitsland. Maar 500